Tussen Veghel en Zijtaart ligt het industrieterrein Food Park. En het laatste deel van dat bedrijventerrein gaat nu in de verkoop. We staan hier op locatie van het Food Park inderdaad, met hier achter ons de A50. En links voor mij het laatste nieuwe gebouw wat van vannacht koel- en vriesopslag. En het vervolgtraject, deel 4 van Food Park, ligt nu ter inzage. En dat betekent dat de laatste 20 hectare van het foodpark nu ontwikkeld kunnen gaan worden als het de eindstreep gaat halen. En dat betekent dat we zometeen hier vanaf de A50, we zien hier nog een stukje bebouwing. Dat is onderdeel van het totale plan, dus dat gaat uiteindelijk verdwijnen. En dan kan de bebouwing, het bedrijventerrein zelf, dat loopt dan tot aan de hoogspanningskabel die daar op de achtergrond te zien is. En daar kunnen we dan ook de overgang naar het groen kunnen we daar op een nette manier inrichten. En de 20 hectare waar we het over hebben, die lopen hier in een lange strook naar achteren toe, langs het gebouw van vannacht. En dan linksachter weer de aansluiting vinden bij de nieuwbouw van Allianz Healthcare. 20 hectare, Van Acht heeft al gezegd, die willen een deel daarvan gaan gebruiken. Wat gaan ze gebruiken en wat blijft er dan nog over? Ja, Van Acht heeft inderdaad bij de aankoop van het eerste gebied aangegeven nog eenzelfde soort terrein aan te willen kopen van ongeveer 6 hectare. En dat betekent dat er vervolgens nog 14 hectare overblijft voor de vrije markt. En die is best wel intensief op dit moment. Dus we hebben veel aanvragen om uiteindelijk hier op Foodpark of zelfs elders in Meijerijstad te kunnen vestigen. Waar we helaas niet al te veel bedrijventerreinruimte voor beschikbaar hebben op dit moment. Maar we zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden. U zegt er blijft nog 14 hectare hierover. Daar is veel belangstelling voor. Welke bedrijven kunnen daar terecht? Ja, daar kunnen in eerste instantie bedrijven terecht die al in Meijerijstad gevestigd zijn en die uitbreiding zoeken. En uiteraard houden we de deur op een kiertje voor bedrijven van buiten Meijerijstad. Maar dan wel onder de strikte voorwaarden dat het een aanvulling moet zijn op het ecosysteem van Meijerijstad. En worden het allemaal van die blokkendozen zoals we hier nu zien staan? Dat is even afwachten wie uiteindelijk de eindstreep haalt en wat de bedoeling is. Maar de insteek van Food Park is wel zo geweest dat we ruimte bieden aan grote logistieke bedrijven. De naam is Food Park, dan denk je aan voedsel. Maar betekent het ook dat hier alleen bedrijven mogen die voedsel gerelateerd zijn? Nee, niet helemaal. Het heeft wel onze voorkeur, hè. Daar zijn we ook transparant in. Maar het is met name bedoeld voor verdere uitbreiding van huidige bedrijvigheid in Meijerijstad. Want als je kijkt wat er nu zit, dan zit er ook een bedrijf als Bas Trucks. Ja, dat is niet direct food. Nee, maar ze vervoeren wel heel veel food. Nee, dus het is inderdaad zo dat een bekend Meijerijstadsbedrijf wat hier de uitbreiding heeft. En daar bieden we ook de ruimte aan. Ja. Hoe snel denkt u dat Food Park 4, het laatste deel, helemaal vol zal zijn? Ja, een en ander is altijd onder voorbehoud van verloop van procedures, zoals bekend. Het ligt nu ter inzage tot 6 oktober, als ik het goed heb. En afhankelijk van het aantal zienswijzen en de beantwoording daarvan en mogelijke procedures. We hopen dat dat niet het geval is, maar je weet het nooit. Dan zou het daarna redelijk snel kunnen verlopen, zodat we, denk ik toch, halfweg volgend jaar in ieder geval de gronden verkocht hebben en dan volgt het bouwproces. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat het eind 24 dat foodpark in Meijerijstad volgebouwd is. Tot donderdag 6 oktober kunnen er dus nog zienswijzen worden ingediend om bezwaar te maken tegen de plannen voor afronding van het foodpark.